Sven, de ledenvergadering die is vanavond. Ben jij daar? Nee, ik ben er niet bij. Doekle Terpstra staat ter discussie. Ja, hij heeft het al ingeleverd, zijn voorzitterschap. Maar misschien willen ze hem weer terug. Ja, zou kunnen. Ja, weet je, naar mijn mening heb ik mijn statement gemaakt. Heb ik inhoudelijke, zakelijke punten aangekaart waarvan ik denk van jongens, dit moet beter en dit kan ook beter. De vorige vergadering ging aan zich alleen eigenlijk over de ijsbanen kwestie. Mijn commentaar of kritiek, zoals je het wil noemen, was niet alleen de ijsbanen. Het ging over zakelijk inhoudelijke dossiers die nog bij de bond liggen. En die eigenlijk een keer opgelost moeten worden, want het stapelt zich op. En dat is mijn mening, dat is mijn statement geweest. En ja, nu moeten ze er vooral mee doen wat ze ermee willen doen. Ja, het beleid is niet goed, maar moet je dat alleen Terpstra aanrekenen? Nou ja, weet je, uiteindelijk kun je het persoonlijk vinden, je kunt het niet persoonlijk vinden. Uiteindelijk is er uiteindelijk natuurlijk iemand is eindverantwoordelijke. En ik heb mijn zegje gedaan. Ik denk dat het heel duidelijk en helder is geweest. Resulteert zich in bepaalde conclusies die mensen trekken. En dat moet ze vooral zelf weten. Ben je ervan geschrokken? Nee, ik ben er niet van geschrokken. Weet je. Als mij iets op het hart ligt, dan probeer ik dat te ventileren. Misschien doe ik dat wel eens op een Sven manier. Maar dat ligt dichtst bij mij. En ik denk dat ik heel eerlijk en open ben geweest. Het is nu aan andere mensen om vooral de structuur te proberen te veranderen. En dat is denk ik waar het aan schort.